Er is vandaag in Brussel een EU-top met allerlei uh, hete hangijzers: migratie, het Europees concurrentievermogen en natuurlijk ook de spanningen in het Midden-Oosten. En er komt een bijzondere gast, Oekraïense president Zelensky. Die komt zijn overwinningsplan presenteren aan Europa. Dat deed hij gisteren al voor het Oekraïense parlement. We praten erover met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zelensky heeft gisteren dat overwinningsplan, wat lang verwacht was, dus al gepresenteerd voor het uh, Oekraïnse parlement. Dus we hebben ook die punten al kunnen zien. Rutte, als de ja. nieuwe NAVO-baas, heeft ook al een beetje zuinigjes gereageerd. Hè? Ja, het is natuurlijk een uh, lastige situatie. De uh, Oekraïne staat behoorlijk onder druk de laatste weken aan het front. Um, het plan van uh, Oekraïne is ook een deel natuurlijk een, een wens, een, een roadmap naar een overwinning. Maar. Um, dat kan alleen met de steun natuurlijk van het Westen. Um, en ja, de, de, de Europese landen bieden ook steeds meer hulp. Die hulp die gaat ook door. Dat hebben ook uh, de Europese Unie en van deze week ook de Nederlandse regering weer gezegd. Maar het is natuurlijk een, een hele lastige situatie waarin Oekraïne op dit moment zit. Mm -hmm. En um, ik denk dat Mark Rutte het uh, probeert uh, te, de verwachtingen te temperen uh, dat een overwinning op Rusland nog niet zo makkelijk is. Nee, en Zelensky zegt ook, de overwinning die staat of valt met een uitnodiging voor een NAVO-lidmaatschap. Dus het feit dat Oekraïne echt kandidaatlid voor de NAVO kan zijn, ja, dat kan je natuurlijk wel schudden tijdens oorlogstijd. Want dan wordt de NAVO betrokken bij de oorlog die nu gaande is. Nou, ik merk toch dat de, de, de ideeën daarover aan het verschuiven zijn. Dat het niet helemaal een absoluut taboe is. Het is op dit moment zeker niet aan de orde. Maar uh, kijk, Mark Rutte is um, een, een, nu twee weken, iets meer dan twee weken, secretaris-generaal. Na drie dagen is hij al naar Oekraïne geweest. Ook om te laten zien dat de NAVO onbeperkt Oekraïne zal blijven steunen. Dat de, de westerse landen. Tenminste, ja, officieel is het niet de NAVO hè, die, die Oekraïne steunt. Nee. Maar de landen individueel. Dus dat is. Um, dat is een belangrijk detail. Um, maar dat het lidmaatschap, ja, dat lidmaatschap eigenlijk onvermijdelijk is. Een echte uitnodiging zal er vandaag niet komen. Um, maar ja, er zijn zoveel dingen gebeurd in deze oorlog die uh, eerst uh, onmogelijk waren eigenlijk in de hoofden. Denk alleen al aan uh, de uitnodiging voor het lidmaatschap van Oekraïne van de Europese Unie. Nou, Oekraïne is nu officieel. Kandidaat, dat had ook niemand verwacht, hmm. drie jaar geleden. Dus er, kan, er schuift voortdurend van alles. En ja, ook het, een officiële uitnodiging zou ergens de komende maanden niet meer onmogelijk kunnen zijn. Hmm, Oké, okay. en dan gaat Zelensky dus vandaag dat voor de Europese Raad die EU-top presenteren. Denk jij dat er vandaag inderdaad misschien wel nieuwe beloftes worden gedaan? Nou, ik vermoed het niet. Er zal ongetwijfeld weer nieuwe militaire steun worden beloofd. Nieuwe luchtverdedigingssystemen voor munitie en raketten. Dat, dat, dat is eigenlijk de, de tendens die we bij iedere top zien. Dat er ieder, iedere keer weer landen zijn die opnieuw dingen beloven en, en sturen, ook naar Oekraïne. Het zal ook gaan over het, bijvoorbeeld de, de, de bevroren tegoeden van Rusland in Europa. Wat, wat gaan we met dat geld doen? Dat gaat over vele, vele miljarden. Kunnen we dat gebruiken om Oekraïne te helpen? Daar zal het ook over gaan. En over de manier waarop Oekraïne zich kan voorbereiden op de winter... die uh, toch heel snel eraan komt. Uh, met name hoe de Oekraïnse energiesector en de infrastructuur... kunnen worden versterkt en beschermd. Um, en misschien ook toch wel weer um, een, een, een deel over de sancties... Um, zijn die sancties die we nu hebben uh, genoeg? Uh, werken die goed genoeg? Worden die goed genoeg uitgevoerd? En moeten er verdere maatregelen genomen worden? Dus daar, ja. daar zal het over gaan vandaag uh, in Brussel en morgen. Ja, en er staat nog meer op de agenda. Uh, en ook niet ja. de minste uh, thema's: de oorlog in het Midden-Oosten, migratie. Wat denk jij dat het meeste vuurwerk gaat opleveren in die EU-top vandaag? Nou, migratie, ja, dat is uh, toch een, 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 een modeonderwerp, zou je kunnen zeggen, van de laatste maanden. Meer en meer landen willen strengere maatregelen. Nou, we hebben een uh, immigratiepact, uh, een asiel-immigratiepact, dat na tien jaar onderhandelen eerder dit jaar werd aangenomen door de lidstaten. Uh, dat is al behoorlijk streng, maar kennelijk uh, uh, waait de wind in uh, veel Europese hoofdsteden zo dat de landen willen hameren op een nog strengere aanpak. Nou. Heel concreet uh, zal het waarschijnlijk niet worden. He, er zijn ook veel uh, landen die grenscontroles weer willen invoeren. Polen bijvoorbeeld wil zich niet houden aan een deel van de asielregels. Um, ja, iedereen heeft eigenlijk een verschillende agenda. Het zal heel moeilijk worden om alle neuzen dezelfde kant op te uh, krijgen. Ja. Maar ik vermoed dat wordt afgesproken dat uh, het uh, Asiel- en Immigratiepact zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. En uh, dat we moeten bestuderen hoe we um, de externe grenzen kunnen versterken, diplomatieke uh, bewoordingen. Maar goed, er ligt dus al een heel groot pakket uh, op tafel. Dat is al lang aangenomen door alle Europese, uh, het, door het parlement... en door de nationale parlementen. Um, er is genoeg om mee te werken, maar het lijkt erop dat veel regeringen... in ieder geval voor de bühne willen doen lijken... Alsof ze het allemaal nog sterker en, en, en strenger willen hebben. Ja. Nou, het, de asielaanvragen zijn aan het kelderen, al, al meer dan een half jaar. Het aantal illegale grensoverschrijdingen uh, in de Europese Unie is met meer dan 40% gedaald dit jaar. Dus er is een trend die gaat al naar minder uh, illegale overschrijdingen, minder asielaanvragen. Um, dat kan een gevolg zijn van allerlei maatregelen die al genomen zijn. Het kan ook betekenen dat we de komende jaren sowieso minder asiel krijgen. Maar ja, dat is het hele punt met uh, vluchtelingen natuurlijk. Het is heel moeilijk in te schatten. En harde woorden is dan, zijn dan vaak uh, de enige uh, middelen die politici uh, hebben om duidelijk te maken dat ze iets doen. Maar in werkelijkheid valt het dan allemaal reuze mee. Of tegen. Het ja. hangt natuurlijk af van hoe je erin staat. Maar in ieder geval uh, veel te bespreken vandaag en morgen in Brussel. Op de eerste Europese top, trouwens, van. Premier Dikschaf. Ja, daar gaan we ongetwijfeld later over horen. Dankjewel, Euro Europa-correspondent Stefan de Vries.